Hoi, ik heb een vraagje. Ik heb zo'n klein techdeckje, maar ik heb dus ook een techdeck gevonden van 33 mm breed. Is dat een goede aankoop? Zeker. Oké, dankjewel. Je maakt trouwens koffievideo's, man. Jouw nieuwe lockdown hobby. Tijdens de eerste lockdown konden we nog lekker naar buiten, konden we nog veel dingen doen, maar was het niet zo slecht weer als nu. Dus ja, nu kan je niet allemaal nieuwe dingen leren. Je bent gewoon een beetje binnen en je zit een beetje gevangen in wat moet je nou doen? Het is dan nu nog wel mooi weer, maar gisteren was het aan het regenen, eergisteren was het aan het regenen en eigenlijk wel bijna elke dag was het aan het regenen. En ja, ik wist gewoon echt oprecht niet meer zo goed wat ik moest doen. Waarschijnlijk jij ook niet. Totdat. Totdat ik deze tegenkwam. Dit dingetje. Dit. En wat is begonnen met dit kleine bordje is uitgegroeid tot een hobby. Waar ik net iets te veel geld aan heb besteed. Heel veel video's over heb gemaakt. En daarom ook jouw nieuwe hobby. Fingerboarden. Hoezo nou fingerboarden? Nou, omdat iedereen wel eens een keer een fingerboardje heeft gehad. Waarschijnlijk heb jij ook nog ergens een techdeck liggen. Waarschijnlijk heb je nog iets beters liggen of iets slechters. Het maakt niet uit. Waarschijnlijk heb je wat liggen. En iedereen die ik ken, die ik heb aangespoord tot weer het fingerboarden, die heeft gezegd, oh, vroeger had ik ook altijd een boardje. En dat heb je waarschijnlijk nog wel. Waarom zou je dat dan niet pakken en toch eens even gaan proberen met het doen van een trucje? En ja, dit is lastig, want een trucje met een fingerboard is niet 1, 2, 3 gepiept. Dus meestal is het dan zo van, ik heb een fingerboardje of ik heb een goedkoop fingerboardje gekocht. Daar heb ik een video over gemaakt, dus dat kan je gelijk even kijken als je deze nu voor het eerst ziet. Maar de meesten doen dit. En ze komen niet verder en stoppen maar. En dat is zonde. Zeg even dat het zonde is. Ja, dat is zonde. Probeer het gewoon. Ga even iets langer door met oefenen. Kijk de tutorial die ik heb gemaakt, dat vaker. En probeer gewoon door te gaan. Want wat ik nu merk, is mensen die hebben geen hobby meer. Ze weten niet zo goed meer wat ze moeten doen. Ze zitten maar binnen, ze kijken maar series. En het is gewoon net wat meer zonde van de tijd. Dit is gewoon een leuke tijdopvuller. Dit is een tijdopvuller omdat je gewoon lekker bezig bent met iets anders dan achter een computer zitten of achter de tv kijken. Je bent jezelf dingen opnieuw aan het leren, net als een instrument, wat ik natuurlijk ook kan aanraden, want instrumenten spelen, dat is ook gewoon superleuk. En waarom dan fingerboarden in plaats van een instrument leren? Omdat het gevoel wat je krijgt dat als je een trucje landt, is gewoon super fijn. En het is een hele rewarding hobby. En dat is misschien een beetje een gekke zin, maar het geeft je gewoon echt heel veel terug voor wat je erin steekt. Even een kleine shout-out naar mijn kerstboom, want hij is super nice, maar niet heus. Het is gewoon een hobby die je op allerlei soorten momenten kan doen. En het is gewoon een hobby die je lekker bezig kan houden. Ik ben er dan wel een beetje in doorgeslagen door alle dingen te kopen en door zoveel geld eraan uit te geven. Dat is mijn eigen keus. Ik vind het namelijk gewoon super leuk. Dat hoeft helemaal niet. Het is gewoon een goedkope hobby waar je gewoon heel makkelijk mee kan beginnen. En je kan er gewoon heel veel tijd in kwijt wat je anders, zeg maar, niet zou doen en uiteindelijk niet zou groeien. Want ook al is het misschien niet de hele belangrijkste hobby, je bent wel creatief bezig, je bent fysiek bezig, ook al is het maar met je hand, je bent wel fysiek bezig met iets anders te doen dan eigenlijk gewoon maar voor je uitstaren en zien wat er gebeurt. Nu zeg ik niet dat dit fout is als je dat doet, maar het is wel leuker om wat te leren en ik denk ook dat je daar als mens van groeit. Ook al klinkt dat veel dieper dan dat het eigenlijk is, het is wel gewoon een beetje waar. Kijk, en nu denk je natuurlijk van, joh Barend, allemaal super leuk en aardig, maar ik heb zo'n dingetje, ik heb het geprobeerd, het lukt niet, het is niks voor mij. Want dit hoor ik iedereen zeggen die dus net een nieuw ding heeft gekocht. En ik zie heel vaak dat mensen wel beginnen, het niet lukken en daarna toch maar weer weggooien. Deze is voor jou. Blijf gewoon oefenen. Blijf lekker bezig. Creëer gewoon wat tijd om jezelf te laten groeien. Het hoeft dan niet per se fingerboarden te zijn. Ik snap dat je kan zeggen dat het niks voor jou is. Maar het is eigenlijk iets voor iedereen. Het is gewoon superleuk om te doen. Het is moeilijk in het begin. Maar als je eenmaal de ollie kan. En dit meen ik serieus. Dan ga je andere trucjes ook kunnen. En dan gaat het alleen maar leuker worden. Het gaat niet eens om het landen van het trucje. Of om het kopen van het duurste boordje. Het gaat erom dat je lekker creatief bezig bent. Want je hoeft niet per se gewoon alle dingen te kopen. Je kan het ook gewoon zelf maken.
Ik heb bijvoorbeeld hier... Wacht, ik kom even wat dichterbij. Ik heb bijvoorbeeld hier twee ramps die ik zelf heb gemaakt. Deze halfpipe samen met Matthijs. En deze ramp gewoon van mezelf. En hiervoor had ik eigenlijk vrijwel nog nooit iets op zo hoog niveau gemaakt van hout. En dat heeft mij dus ook weer veel dingen geleerd. Ik ga waarschijnlijk binnenkort ook nog wat dingen maken met cement. Daar heb ik ook echt super veel zin in. En ook dat leert mij weer beter worden in, nou ja, knutselen en bezig gaan met al dat soort dingen. Ik denk gewoon serieus dat het nu heel erg belangrijk is dat je jezelf bezighoudt. Omdat we het allemaal binnen zitten. En het is gewoon op dit moment een best wel lastige tijd. En er worden heel veel negatieve dingen naar ons toe gegooid. Dus probeer het op te lossen met iets leuks, iets positiefs. En voor mij is dit fingerboarden. Voor jou kan het wat anders zijn. Maar ik zou het echt even een goede kans geven. En als het even niet lukt, probeer het gewoon nog een keer. En weet je, het is momenteel een kleine groep die het doen, dat weet ik zelf ook. Maar het maakt gewoon niet uit hoe je bent, of je een man of vrouw bent, of je jong of oud bent. Ik ben 23, ik doe het ook. Het is gewoon echt wat je er zelf van maakt. En er hangt natuurlijk wel een klein beetje een stigma op, maar ik vind een stigma iets wat je eigenlijk zou kunnen debunken. Het is gewoon superleuk, je doet er niemand mee kwaad, je valt er niemand mee lastig. Behalve je ouders als je het de hele dag doet en het maakt best veel herrie. Maar het is gewoon iets wat je positief bezighoudt. Waarbij je jezelf leert om creatief na te denken. Oplossend denken ook. Want als mij een trucje niet lukt, dan ga ik denken van oké, hoe gaat het met het trucje wel lukken? Ik ga tutorials kijken en ik leer mezelf weer nieuwe dingen. En om jullie dus te bewijzen dat we niet de enige zijn die dit doen, heb ik aan al mijn Instagram volgers gevraagd of ze een tof clipje wilden insturen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus hier gaan jullie zien hoe de community van Almost Normal de gekste tricks doet. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Hier komen ze. Yes, dit was de compilatie van alle clips. Dank jullie wel voor het inzenden. Al hun Instagram tags stonden in de video. Volgen ook allemaal op Instagram. Dank jullie wel voor het insturen. En wil jij nou ook in de volgende clipmontage komen? Volg mij ook even op Instagram. @almostnormalnl. Dank jullie wel in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat ik jou heb kunnen overtuigen om deze hobby echt een kans te geven. Het is het waard, geloof mij maar. Voor de mensen die dus nu bezig zijn en een beetje aan het struggelen over of het wel of niet lukt.
probeer het gewoon nog een keer. Ga het lekker tijdens het gamen doen of tijdens het kijken van een serie. Het is iets wat tegelijkertijd kan. Maar als je gewoon echt heel goed wil worden, dan moet je er gewoon op focussen. En dan doe je het net zoals ik, elke dag een half uur tot een uur. En dan word je echt beter. Net als met alle andere dingen. Thanks voor het kijken van deze video. Ik zeg zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!